Ik ben Monique, coördinator van dierenopvangcentrum Spijkenissen. En we maken hier elke week het item van Dier van de Week. We hebben hier gemiddeld een hond of 20 en ongeveer 40 katten zitten. Waardoor er altijd keuze is om maar eentje Dier van de Week te maken. Goedemiddag, we zijn hier vanmiddag met Petter. Petter en zijn vrouw wilden graag een hondje adopteren. Dat is Kira, is degene geworden waar ze op vielen qua uiterlijk. Kira is al wat ouder hondje. Ik vind het heel fijn dat er mensen komen, zoals Petter en zijn vrouw, die voor een wat ouder hondje kiezen. De kennismaking heeft zojuist plaatsgevonden op het veld. Hoe vond je dat, Petter? Nou, het is sowieso heel leuk om voor de tweede of derde keer in Spijkenissen te kunnen zijn. En een plek te kunnen bieden aan een hondje. Het was een heel fijne ontmoeting. Fijn dat onze eigen hond al mee kon. En dat er even ruimte werd gevonden om goed kennis te maken. Ja, want jullie hebben de hond lekker op het veld laten spelen samen met de hond. Het was een goede klik. Daarna zijn jullie even lekker wezen wandelen. Dat klikte goed? Ja, ging heel fijn. Onze hond is sowieso wel rustig. Maar Kira is ook een hond die, ja, denken wij, nou weet ik wel zeker, die heel goed gewoon bij ons past. We zijn heel blij dat er mensen komen zoals Petter voor de oudere hond. Waarom hebben jullie gekozen voor een oudere hond? Nou ja, juist omdat wij het idee hebben dat het wel zo kan zijn dat die langer in asiel zitten. En de reden waarom een hond weg moet, dat kan zijn natuurlijk dat een baasje overlijdt of een andere reden. En het is zo fijn dat je, al is het maar een paar jaar, gewoon een hond een goed thuis kan geven. En wij hebben dat nu al een aantal keer gedaan met katten en honden. En je hebt er gewoon nog 2, 3, 4, soms wel 5 jaar een toptijd mee. Dus ja, wij zien er niet zo'n bezwaar in. En het voordeel is, je mist ook de eerste 2 jaar met puppytraining, met puberteit. Je hebt gewoon een volwassen hond in huis die al een beetje weet hoe het werkt. Dus voor ons is het ook wel eigenlijk super relaxed. En wij zijn er ook weer heel erg blij mee dat ook onze Kira weer een heel fijn huisje heeft kunnen vinden. Wilt u nou ook kennis maken met een van onze oudere honden? Kijkt u dan op de website van de dierenbescherming.